California Roll is een van de populairste sushi-rollen die vanuit de VS is overkomen waaien. Nou, deze sushi-rol is zo populair dat er inmiddels standaard op elk sushi-menu staat. In de jaren 70 werd deze lekkernij in de stad Vancouver, Canada, uitgevonden door de Japanse chef Hidekazu Tojo. Het viel Hidekazu op dat zijn klanten niet hielden van de rauwe vis en zeewier dat traditioneel in sushi werd gebruikt. Dus besloot hij wat aanpassingen te doen en de rol binnenste de buiten te keren om het zwarte zeewier te verbergen. Nou, veel van zijn klanten kwamen uit Los Angeles en die vonden deze rol geweldig. Daarom kreeg deze sushi rol de naam California Roll. Ja, de eerste inside-out roll, oftewel uramaki, was geboren en zorgde voor een complete revolutie in de sushiwereld. Nou, laten we nu beginnen om deze California roll te maken. In plaats van rauwe vis gebruikte chef Tojo surimi, beter bekend als imitatiekrab. Samen met avocado en komkommer is dit de basis van deze sushi roll. Pak een rijpe avocado, snijd deze door midden en haal de pit eruit. Haal daarna de schil eraf en snijd nu je avocado in mooie, rechte repen. Doe een klein beetje citroen of limoensap op, zodat de avocado niet bruin verkleurt. Pak daarna een komkommer. Was deze en snijd hem door midden. Schraap de zaadjes eruit met een lepel. Snijd daarna de komkommer in de lengte door in dunne repen. Voor deze sushirol gebruik je maar een halve norivel, dus vouw deze netjes door de midden en knip of scheur de norivel netjes in twee delen. Een norivel heeft één lange zijde en één iets kortere zijde. Kijk maar goed, want een norivel is namelijk 20 bij 18 centimeter. Vouw je norivel zo dat je twee helften van 10 bij 18 centimeter overlaat. Een norivel heeft een ruwe en een gladde kant. Leg de ruwe kant naar boven op je bamboematje. Daar gaan we de sushirijs op doen. Maak je handen een klein beetje nat, zodat de sushirijs niet aan je handen blijft plakken. Gebruik daarvoor het water en rijstazijn wat je gemaakt hebt. Verspreid een dunne laag sushirijs over je hele norivel. Pak daarna met je handen de beide hoeken van je norivel en draai in één keer je norivel om. De rijst komt nu onderop te liggen. Wees gerust, er vliegt niets door de keuken, want de rijst blijft aan de norivel plakken. Plaats in het midden van je norivel je krabsticks, de komkommer en de avocado. Zorg dat het geheel niet te dik wordt, anders kun je de rol niet dichtvouwen. We gaan nu de sushi rollen. Plaats je duimen onder het matje en vouw het over de vulling heen, terwijl je de vulling, de krab, komkommer en avocado, met je duimen op zijn plaats houdt. Deze mogen niet verschuiven. Pak het matje op en rol rustig door. Pauzeer een paar keer om de rol te verstevigen door druk uit te oefenen over de lengte van het bamboematje. Rol of vouw het matje nog een stukje verder en verstevig de rol opnieuw. Ga zo door totdat de rijst elkaar raakt en je de rol kunt sluiten. Rol daarna het matje helemaal uit zodat je je sushirol verschijnt. Nu is het tijd om de oranje masago of tobiko erop te doen. Verspreid met een theelepel of je handen de kleine eitjes over je sushirol. Draai een paar keer en zorg dat je hele sushirol bedekt is. Bedek nu de rol met doorzichtig huisuitfolie. Gebruik het bamboematje om de folie tegen de rol te drukken. De huisuitfolie zal de rol en de rijst fixeren. Vorm de sushi en maak ook de uiteinden van de rol perfect. We gaan nu de rol in 8 gelijke stukjes snijden. En houd de folie erop, want daardoor wordt het snijden makkelijk. Maak je mes een klein beetje nat. Dit zorgt er namelijk voor dat de rijst niet aan je mes blijft plakken. Gebruik een vlijmscherp mes, anders wordt het een lastige taak en dat is zonde van al je werk. Om stukjes van gelijke grootte te maken, snijd je de sushirol door midden, vervolgens in 4 en vervolgens in 8. Als je merkt dat tijdens het snijden je mes plakkerig wordt en begint te slepen, dan maak je mes even schoon en maak je het weer even vochtig. Je rol snijden doe je in 1 vloeiende beweging door de rol. Als je alle stukjes gesneden hebt, haal je rustig en voorzichtig het folie eraf en gooi je die weg. Je California Roll is klaar om geserveerd te worden. Serveer je heerlijke sushi met wat lekkere sojasaus, een toefje wasabi en wat ingelegde gember. Eet smakelijk!